Hallo mensen van IJsjesvegen202, ik ben Vince en vandaag een klein updateje over kanaal en mijn server. Zo, ik ga beginnen met mijn server. Ten eerste, ik ben nu bezig met de update naar 1.9. Die duurde heel erg lang, als ik geen tijd ervoor heb, of weer nauwelijks. En daarom is de span ook gesloten, dat zie je misschien. Ja. Hier, dit stuk is ook gesloten, want dit werkt niet meer. Ook deze wereld, de span blijft nog wel. Maar, bijvoorbeeld, deze dingetjes en zo, we hebben allemaal. Oh. Ja. Gaan allemaal weg, zoals jullie zien. Dat heb de reden omdat ik had eigenlijk nooit het idee om echt. Ik had wel ranks voor donator ranks, alleen ik heb besloten die helemaal weg te gaan. Want ik had bij mezelf van ja, deze server, dat ga ik toch. Zo doen, dat wil geen. Hoef ik per se geen geld voor te verdienen, want het is zo'n klein bedrag. En sowieso, als het kanaal weggaat, dan blijft deze surf sowieso. Dus daarom. Wou ik dat heel eventjes zeggen, gewoon. Dus dit gaat allemaal weg qua dranks en zo. Dat blijft. Politie blijft ook nog. Er zijn wel ranks, alleen omdat die dan krijgt. Het is geen MCMO. Die zit er ook niet meer in dat het betaald is geworden. Ik heb niet zo zin om voor plugins te betalen, dus. Daarom. Het is jammer dat MCO, dus daarom. En daarom is Questworld er ook uit. Alleen de basic plugins zijn er nog. En ik wil nog wel wat meer toe gaan voegen. Zoals Jumbo Jump zit er nog wel in. En ook die krijgen mensen er binnenkort bij. Maar het is, was nooit mijn bedoeling geweest, laat me zeggen, om hier geld voor te krijgen. Dus, daarom doe ik het dus nu ook uitzetten. Als het een bug zijn, kun je gewoon op het forum. Als het af is, met mijn site erbij. Ik ga het gewoon zeggen en dan wordt zo snel mogelijk iets aan gedaan. Punt 2, updates over kanaal. En dat zijn ze meer let's plays en walkthroughs. En ja, en tutorials. Ten eerste, ik heb besloten om zaterdags, dus om de 2 weken, walkthrough on een tutorial te maken, en dat zijn geen server tutorials. Ook die ga ik soms uploaden, want die zijn op zich gewoon makkelijk. En nu is het meer plugins waar ik moet gaan zeggen wat belangrijk is. Maar ja, eigenlijk de host en de maakcomputer al heb gehad. Daarom is dat nu belangrijk. Zo, daar wacht ik dan nog wel heel eens mee. Waar ik nu wil gaan mee beginnen is voor de Pokémon Essentials. Wat mensen niet weten wat Pokémon Essentials is, dat leg ik dan wel uit. Maar dat wordt gelopen. Maar dat de tutorials rond elke 2 weken. Ik ga me proberen ook aan mijn schema te houden voor een verandering. En ik wil graag door de week, wil ik 2 vaste series gaan doen. Alleen ik heb er zin nog in twijfel of dat ik van een hoofdserie ga maken. Of dat ik, laat maar zeggen, ik doe wel afwisseling in die hoofdserie dan 2 keer per week. En die andere 1 keer per week. Dus dat zit nog over twijfelen. Nou hoor jullie nog. Maar ik heb 3 series. 3 games uitgekozen die ik nu wil gaan doen, en daar heb ik ook een klein dingetje gemaakt.
Zodat jullie ook weten hoe die game is. En jullie stemmen ook uiteindelijk op welke game het gaat worden. Ik als eerste ga spelen en welke als tweede. Zo, de eerste komt nu en die is Danganronpa. Voor mensen die niet weten wat Danganronpa is, want dat is aangezien in Nederland is geen bekend spel in de Verenigde Staten wat meer. Het is allemaal gewoon een Japans spel. Alleen omdat het zo goed is, is het ook dus daadwerkelijk naar de Amerika gekomen. En is het daar ook uitgebracht laatst. Met de officiële vertaling. Degene die ik heb is wel een fanvertaling. Omdat het in Nederland zijn die games toch niet zo. Dus ik heb gekeken en uiteindelijk heb ik het via een emulator heb ik het werkend gekregen. Ik heb de eerste episode al op. Ja, dus trailer al opgenomen. Zo, die krijg je nu te zien. Tot zo. Thank you.
volgende trailer is, of de volgende game is Phoenix Wright Ace Attorney. De Ace Attorney franchise, wow, die wou ik al heel lang opnemen. Alleen ik had er gewoon in de kracht niet voor aangezien ik het al een keer had gespeeld en ik wou het eerst vergeten voordat ik het weer opnieuw. Ik denk dat ik nu de meeste al ben vergeten, dus dan kunnen we eindelijk naar weer gaan beginnen aan een nieuwe game. Je bent er op zich nog wel, je vindt het een goede game, dus het is op zich eerste trailer. Tot zo. En dat was Ace Attorney. De volgende game, en het is de laatste waar jullie uit kunnen kiezen, is Pokémon Fire Red. Yep. Oh, Nuzlocke. Ik heb besloten om ook Pokémon wat ook al in best wel een hele lange tijd wou opnemen. Zo, Pokémon Fire Red wordt de eerste waarschijnlijk. Want ja, er wordt niet verzint eigenlijk al besloten. Of Nuzlocke, wie niet weet wie een Nuzlocke is, zeg ik het allemaal meer, maar het komt erop neer als een Pokémon dood is, is hij daadwerkelijk dood. Ja, als hij vreemd gaat, is hij dan werkelijk dood. En moet hij dus in een box worden gedaan, dat is pech. Nou ja, dat was Let's Play 3. Daadwerkelijk ben ik ook daarna nog, oh, nog een trailer, sorry. Thank you.
Daadwerkelijk, ik ook nog van plan om binnenkort, maar ik weet niet of ik daar echt mee. Ik heb daar niet zoveel meer zin, misschien de Shadow-serie weer terug te brengen. En wat nog wel binnenkort, want ik ben al aan het editen geweest. Ik heb al een paar dingen. Binnenkort ga ik de ding ook tackelen. De Phoenix Run series ga ik ook tackelen. Oh, dat belooft ook nog iets leuks te worden. Nou ja. Ook daar ben ik druk mee bezig. Dus niet denk dat ik niks doe als ik niet upload. Dan ben ik zat aan het werk. Eigenlijk niet. Ik dat ik dat zei. Nou ja. Ja. Is niks meer veel te zeggen. Dat ik nu alles wel gezegd heb over de server en over het kanaal, welke richting ik besluit. Oké. Mee te nemen. En ik denk dat ik het hierbij ga laten. Dan zeg ik altijd goodbye. See you next time. Oh, hi. Sorry. Even een klein probleempje. Ik was te vergeten. Jullie moeten stemmen. Op welk zie. Sorry, mensen. Ben vandaag een klein beetje in haast, maar ja. Jullie moeten stemmen op welke serie jullie willen zien. Willen jullie Dank aan Europa zien? Stem dan op die. Willen jullie Ace Attorney zien? Stem dan op die. Ja, stem dan op Ace Attorney. En willen jullie een Pokémon FireRed Nuzlocke zien? Stem dan op Pokémon FireRed. De link waar je kan stemmen staat in de beschrijving. Het is niks bijzonders, maar wel eventjes iets om te stemmen. Zodat ik daadwerkelijk bericht erover krijg. Deze stem is tot en met dinsdag. Dinsdag, of ja, woensdag op 4 mei. Probeer ik de eerste episode van de tweede serie. Dus dan niet denken dat die het gelijk begon, maar dat is de tweede. Want ik wil de hoofdserie op maandag en vrijdag gaan uploaden. En eventueel tutorial op zaterdag. Zo wil ik het onderhand gaan doen. En die tutorial is of record of er wordt een livestream. Maar ja. Ieder geval, breng jullie stem uit. En zeg, vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren, vergeet dit keer zeker niet te stemmen. En tot. En ik zeg, goodbye. See you next time.